Dames en heren, iedereen heel hartelijk bedankt voor het komen naar de Teksten Kuikse Nulkampioenschap. Helaas kreeg ik een uur geleden het bericht dat onze spreekstalmeester Peter van Grensven door zijn lies is gegaan en helaas niet aanwezig kon zijn. En ik denk dat we een hele goede vervanger hebben in de persoon van een ex-kampioen, namelijk Henk Peters. En dan wil ik ook graag even de vakjury aan u voor gaan stellen. Dat is Marco van Tevelen. Sjaak Beelen. En Bert van Lid. Zij gaan vanmiddag alle hele zware beslissingen nemen. Tijd gaat nu in. Nou, ik vind het echt een keer mooi, dat zo zeggen. Het is de mensen die overal over gaan lullen, je bent overal van. Het moet er wel leuk zijn hier overal. Ja, is het wel leuk. Ja, hebben we wel eens gezien met optreden, of niet? Ja, wel een paar keer. Maar ik alleen, in Kuk en Kat zie ik alleen. Oh, nou. Ik heb eerlijk geleden maar Kuk gezien, dus... Nou, ze is het. Ach, ze zit de achteranzetting dan. Oh, wat heel leuk. Ik heb een kledersetting gezien, denk ik. Veel meer zal dat willen zien. Maar ja, we moeten kinderen dat goed bij hebben, zo, voor die tompaard en zo. En leuk dat ik met een ding net zo mooi als in de tom, wat dat betreft. Dus dat is geen man die er iets van snapt, of dat is en noemt iedereen mijn naam, dat ik ook denk van, nou ja, toen maar, het zal wezen. Ja, maar ik ook wel. Ik denk altijd, waar maakt die buurt dan eigenlijk? Zou je dat gewoon in het gemeentehuis doen? Of dat die iets af. Wat ze nog misschien wel vertelde, dat mag ik niks doen. Maar al die boxen die zien er op de zaal niet eigenlijk, of... Nee joh, dat kan toch niet, dat kan het er niet over opleggen. Dit is er volgens mij niet. Een beetje sabbelen, het begint hier als een beetje vroeg bij ons, weet je wel, een kuuk en dan de nou gaat hij weer naar hoofd ofzo. Dat is het dus. Ja, ik denk het ja. En ik snap dat, maar dus ik weet niet meer dat ook, dus dat mag ik. Ja, maar ik zie het, dat goed in het auto. Ja, dat moet er een beetje nemen. Ja, zo'n bunnik met de taxi, dan heeft de bunnik met de gemeente ook helemaal. En het schiet gewoon een dag, ja. En super neer. Dat is dus de val van Rob Poel betekenen. Ja, dat is ook. Wat ik wil over lullen dan, want dan zie je het lijkt helemaal niet meer op de pronkzittingen. Dan kan je goed voorkomen. Dan maken we het dan wel eens openbaar gewoon. Nou. Ja, ja. Nou, we kunnen ook zorgen dat we er niet over praten. Nou, dan zou ik zeggen van, nou weet je wat, hé. Hartse plaats. Ja, een paar. Ik heb trouwens laatst gelezen met carnaval dat je zeg maar overal soms een houten uur, alleen in Nederland hebben we geen houten uur. Geen houten uur? Nee, dat hoort echt van hout, maar wij kopen. Ja. Wij kopen alleen wat er een keer komt, ja. Ik heb gelezen dat eigenlijk een hout was, maar ja. Ja, maar hout hadden houtgrot en weet ik het allemaal, dingen hebben een keer gewoon, hoor. Kijk, maar ze kopen dingen, dat wist daar altijd een keer op en dan bleek hij weer als een nee. Ja, dat klopt ook wel. Dit is er weer op maar een keer, hè? Een keer op poetsen, ja, van een hoop geleden. Bootcamp. Weet ik even wat het is trouwens, Theo? Bootcampen. Nou, als ik dat zo zie, dan kun je dat ook lezen als bootcamp. En daar hebben ze in Sint-Aarten natuurlijk weer een versprong, hè, met dat voetveer. Ja. Nee, maar het is dat je niet weet wat het is. Het heeft toch helemaal niks met de boot. Het niks met die boot. Nee, dat gebeurt op de zaterdagmiddag, zo rond een uur of negen, dan lig ik het ding nog met de neus omhoog. Maar wij... Op een uur of negen, zaterdagmiddag. Ik doe dat maar één dag in de week. Met de neus omhoog liggen. Nou, volgens mij tegenwoordig de voetbalweerder van 7 dagen in de week. Maar in ieder geval dit bootcamp. Je bent zeker nog nooit president van de Nederlanders geweest. Nee, maar laat me nou dat je goed praat. Dat is een pluspunt. Dat was gevuld kapot. Als ik op zaterdagmiddag bij Tim van den Hoog kom, dan zie je of hier een kuk aan de Maas. Maar ik ben ervaringsdeskundige namelijk. Ik ben één keer mee geweest, dan nog 3 maanden verkouden geweest. Ja, 3 maanden verkouden geweest dan nog. Aan het zandstrand op in Heeswijk. Samen met de vrouw van de juryvoorzitter hier, moest ik samen door het zand kruien en van die autobanden moesten lopen en moest met die zware ballen gaan gooien. Dat is bootcamp, het niks met de boot. Maar je hebt het wel over zandstrand en zandstrand, daar liggen boten, dus... Nee, maar dat liggen normaal ook met de deur gebroken, maar goed. Kijk, en dan op dat zandstrand, daar kunnen we nog eens zo gaan liggen, zo. Ja, nee. Dat zie ik jou toch ook niet helemaal doen. Ik denk nee, maar daar was ik in Nennebeek niet zo goed zo. Nee, de mensen die raken 3 punten de grond. Ja. Nou, nee, dat hadden we wel.
is. Zoals je in het losse zand zit, dat er dan een kuleke, nee geen kuleke, maar een bultje in zit. Dat, nee, maar dit was, ja. dit was dit was dat niet. Dit was geen kuleke. Maar ik zie die zandbulten, die zie ik op de hele week wel liggen. Dat is van al die huizen die jij net aan het metselen waren op die ene muur. Dat was een eerste steenlegging, denk ik. Dat was een forsendom, was niet helemaal tellen. Kunnen. Ja, maar op de hele week bouwen ze ook. Dat komt niet van het onderwerp af. Was er op de hele week of nee? Nee. En ik heb toch de huizen op de hele week. Dat was op de Vorstendom, dit is weer op de Zandstraat. Maar op de Heesweek. Kan onder wegen hier inspelen. Dus net zoals je ze vergeven, vroeger dit verder is dat Jan van Major. Ik heb als ik me daar nou wil inspelen, dan had je wel een vak. Je ziet net iets gestopt bij het leger. Voordat je dit moest doen. Ja, nee, dat waren de zogenaamde. Is er niks minder. Dat waren de zogenaamde weekendverblijven. Anders in Zeedorf moest ook allemaal dit doen. Maar dat weet ik niet. Zeedorf, dat is Buitenland, of niet? Ja, dat zie ik in Noord-Westen, Hurk wel. Dat moest ook allemaal dit doen. Moesten we even inspannen als sergeant-major of heb ik het zo ver geschopt? Nee, ik heet toch wel. Jij komt er van het leger, dan moest ik ook allemaal door zelf lopen. Nee, ik ben nooit sergeant-major geweest. Nee. Is dat hoger dan corporaal dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat waren jij dan? Waar heb je president weer? Kletsmajor. Kletsmajor? Ik wil te zeggen. Nee, dat zie je nog steeds. Soms, ja, nee, dat lukt nog wel. Dan komt het hele eind in het leger als kletsmajor. Ja. En uiteindelijk komt er dan toch weer aan deze tafel te zijn. Ja, en uiteindelijk zie je de 55 en kunnen met pensioen, dat is wel verdomme goed geregeld. Ja, dankjewel dat ik denk dat ik er nog zo jong uitzien, maar dat is toch. Ja, maar het is al een paar jaar geleden dat ik er nu zit. Je was 10 toch, of niet? Nou. Ik hoor wel dat jullie nog in de huis staan en het Louis-Jansenplein niet al te veel zinnigs. Jawel, dat leger hebben wij wel een zwak voor. Een hele burgerlijke stand, je kunt dat toch gewoon nakijken? Nee, maar dat mogen we zo. Dat is niet Ik ga niet over de afdeling burgerlijke stand. Nee, maar. Nee, daar gaat Henk Peters over. Ja, familie ervan. Maar we hebben het helemaal niet meer over het onderwerp. Boekheb, ja. Als je begint over inspanning, begin je over iets anders. Ik heb nooit zoveel om inspanning gegeven. Ik had hier ontspanning. Dat was niet al lang door. Dan heb je niks om inspanning. Nee, maar het is wel aan te bevelen dat gaan wij samen een keer op bootcamp. Oh, indruk. Ja. Maar ik zie wel veel dezelfde vrouwen staan. In de drielingen, ja. Ja, dat is het. Is dit al een beetje meer ding? Nee, dat is één en dezelfde dame, want op die avond was alleen Lee afwijken. En voor de verhaal was ook niet op die dame. Dus, dat is helaas. En ik heb Lee aan het werk hier. Pieter ging wandelen met de hond. Maar ik denk dat we nog wat serieuzer gaan beginnen. Ja, serieus, ja. Jazeker. We hadden net over een witlijst, maar degene die dit op de politieke agenda hebben staan, die kunnen ze wel een witlijst noemen dan. Ja, sowieso. Dadelijk moet je grappig worden. Nou, dan beginnen we altijd. Nog eventjes. Ik begin af te tellen. 3, 2, 1, 0, start. Daar, dan vind ik wel een mooie slaap momenteel. Het ziet er niet uit. Het ziet er niet uit, man. Ik vroeg ook wel bij het station daar, kwam er binnen, hadden daar een soort blokker zitten, smulders. Ik kon de klotterpannen, wasknijpers, haarspelletjes, hele toeje kon naar kopen. Paperclips. Alles zitten, ging er verder, een mooie sportwinkel. Alles erop en eraan, sportschoenen, alles. Ik weet de hockey bedoel jij? Een bibliotheek had je er ook zitten. Bibliotheek, Victor Hugo. Ja, zeker. Daar waren nog steden. Afrika Museum of Amerika Museum was het daar? Afrika, ja. Geen idee eigenlijk. Ben ik nooit geweest. Ik kwam net in de bibliotheek. Ja, ik kwam in de bibliotheek. Ja, misschien duurt het ook druk in de en dan verder, we hebben nog in de schwarmentent zitten. Maar ze nog naast die schwarmentent, hè? Zoiets zeggen, hè? Flats aan de maat. Wat ben je, dit kan kiezen. Volgens mij is dat eigenlijk een beetje voor oude mensen flats aan de maat of niet? Nee, niet allemaal, die nu niet. Wel. Nee. Volgens mij worden alleen maar oude mensen. Nee, want je komt. Oud prinsen en zo. Een borreltje dat komt eraan, dat wordt zo geregeld. Ik zou niet beginnen voor dat borreltje er is. Ik geef het een echte politicus, die schatten er eigenlijk altijd hoog mee. Nee, maar ik heb het over heel goed voor. Ik heb het over John. Oh, over John, ja. Nee. Zie je dat elkaar gewoon, dat we gaan. Ze willen het over JVC hebben. John?
Dat was mooi. Die lust jij niet allemaal. Chantal, bedankt. Dan was ik gefotoshopt, want iedereen ziet natuurlijk dat dat niet echt is. John, maar het ziet er niet uit. Nee, John, ik snap het. Want ik bedoel, de lichamen erin staan eigenlijk nergens op. Ik meen dat de meeste betere lichamen hebben als dat ze dat laten zien. Dat is helemaal niet op de slijm, hè? John, absoluut niet. Want ik weet dat ze er beter uitzien. Dat ik bedoel, ja, dat moet ik even vertellen. De meeste die weten dat wel. Ze snappen het niet. John, snap, je snapt het niet. Ik snap het wel. Kijk nou eens naar die toffe.
Ja, nou. Denk nou eens na wat er allemaal in die krant gestaan heeft. Dat heeft, oh ja, dat heeft, moeilijk. Alle juryleden en spelleiding ja. Hebben in die krant. Ja, zo genoeg. Nou, we hebben hier een rechte discussie gehad. Ja. En twee fantastische finalisten, zo begint het altijd, hè. Dan ga je al de weer vertellen, twee fantastische finalisten. Ik zou ze alle twee graag kunnen. En we lopen een klein beetje het risico dat er wordt gekozen van joh, de gevestigde orde wint. Maar we hebben echt even gekeken naar toch de opbrengen van humoristische punten. De gevestigde orde wint. Theo heeft... deze kampioenschap gewonnen. Ja. Ja. Ja.